Hallo allemaal. Vandaag is de eerste speedrun. We gaan het getallenruimte HAVO-B toets doen over de afgeleide functie. Bestaat uit 15 vragen, we hebben 45 minuten. Laten we kijken hoe snel dat gaat lukken. Oké. Eerste vraag, vul in. F van x is c keer a tot en met ax plus b tot de n geeft fx is k voor elke n van. Nou, daar lijkt iets mis te zijn gegaan. Wat ik in elk geval kan opschrijven is dat dan de afgeleide van x gelijk is aan cn keer ax plus b tot de macht n min 1 natuurlijk. En dan nog, ook nog eens keer a. Dat wordt dan de afgeleide. Daar zal iets mis gaan zijn met het inbeurt of zo. Oké, vul in. Voor de lijnen k en l met de richtingscoëfficiënten ongelijk aan 0, geldt dat hun product is min 1 en puntje puntje komt op hetzelfde neer. Nou, dat is natuurlijk dat k en l loodrecht op elkaar staan, ook wel met dit teken aangeduid. Oké, vraag 2. Differentieer. Even kijken. Dan vind ik het leuk om het eerst allemaal in machten van x te schrijven. Dus f van x is gelijk aan, nou dat is x tot de macht 1,5. En onder hebben x een vierde. Dus als je die op elkaar deelt, 1,5 is 3 tweede min een vierde. En dan min 2. X tot de macht, nou daar blijft 3 vierde over als je dat uitdeelt. En dit wordt gelijk aan, dit kunnen we ook in vierde maken, dat is 6 vierde. 6 vierde min 1 vierde, dat is x tot de 5 vierde min 2x tot de 3 vierde. Dus als we de afgeleide nemen, dan krijgen we hier 5 vierde. X tot de macht, nou 1 eraf, dus dat wordt 1 vierde min, en dan dit keer 3 vierde, dus dat wordt 3 tweede, x tot de macht min een vierde. En dat is dus, 5 vierde, vierde machtswortel van x, min een half, ingedeeld door. Vierde machtswortel van x. 3. C. 2a, dit is b. Even kijken. Differentieer. Oh, dit is. Dat is ook weer standaard kettingregel. Dus dit wordt 2 keer 3 keer 5. Dat kunnen we allemaal in één keer doen. Dat wordt 30. En dan 5x plus 2 in het kwadraat. Plus, en hier hebben we ook, hier hebben we een min 3, dus dat wordt min, min 30. En dan wordt dit gedeeld door die 5x plus 2 tot de macht 4 wordt het dan, hè, tot de macht min 4. Even kijken, dan c, dan 4x. Dat wordt gewoon 4. En die wortel, dat wordt min 3. En dan de afgeleide van een wortel is altijd gedeeld door 2 keer die wortel. 4x min 3. Maar kettingregel, dus we doen nog eens keer 4. Nou, dit kun je nog vereenvoudigen, maar dat hoeft niet. Want de vraag is enkel differentieer. Oké, 3a. We hebben een functie met een mooie schets. Stel algebraisch de formule op van de raaklijn k die de grafiek van f raakt in het punt a met x-coördinaat min 1. Nou, dus we kunnen allereerst min 1 invullen, dus f van min 1. Wat wordt dat? Nou, dat wordt min 3. Hier min 1, dat wordt min 1,5 in het kwadraat. En dat min 9. Dus waar is dit gelijk aan?
Nou, dit wordt min en min, maar dat maakt toch niet uit wat we kadateren. Dit wordt 3,5, oftewel 7 tweede. Dus dat wordt 49 vierde min 9, dat is 36 vierde. Samen maakt dat 49 min 36, daar blijft 13 over, 13 vierde. Oké. Dus dat is f van min 1. Vervolgens willen we ook de afgeleide in het punt 1 weten. Dus f accent van x is, nou dit wordt 2 keer 3 is 6. Ik anticipeer alvast op de, oh nee, want we hebben natuurlijk ook nog die andere. Ja, dus dat is handig als we dat gewoon uitschrijven. Dus 2 keer die 3x min een half x kwadraat, dan nog een keer met de kettingregel keer de afgeleide van de binnenkant. Dat wordt 3 min x. En dan hier de afgeleide, dat wordt min 18x. Dus f accent van min 1. Dat wordt, nou hier krijgen we weer min een half. 3 min een half in dit geval. Dus dat wordt 2,5 keer 2 wordt 5. 5 keer 4 maakt 20. Dus 20 plus 18 is 38. Dus de afgeleide in dit punt is 38. Terwijl de waarde in het punt 13 vierde is. Dus daarvoor kunnen we een lijn opstellen. Dus als we zeggen i is ax plus b. Nou, die a is dus 38. 38x plus b. En we weten dat het punt en min 1 13 vierde ligt op de grafiek. Dus als we die invullen, dan wordt dit min 38. Dus die naar de andere kant. Dus b is 13 vierde plus 38. En daarmee hebben we de raaklijn. Dus dat kun je nog uitschrijven wat dan precies die lijn wordt. Maar we zijn proberen het allemaal snel te doen. Dus dat ga ik niet doen. Toon met de afgeleide aan dat de functie f geen extreme waarde heeft voor x is 0. Oké, dus de afgeleide die hadden we al. Even kijken, die stond hier. En toon aan dat die geen extreme waarde heeft. Dus je wil laten zien dat de afgeleide daar, zoals je ziet op het plaatje, blijft die dalen. Oftewel, bij rond x is 0 gaat deze functie van, blijft die, is die negatief, wordt die heel even 0, maar gaat die dan weer naar negatief. En kun je dat inderdaad zien aan, aan de afgeleide. Nou, laten we die afgeleide eens uitwerken. Want dat was, even kijken, is dat nuttig? Even kijken wat je ziet. Ja, je kan er sowieso factor x uithalen. Dus we hadden 2 keer 3x min een half x kwadraat. Ja, je kan het sowieso nog een keer differentiëren en dan 0 invullen. Laten zien dat het daar allemaal daalt. Even kijken, 18x. Dit is natuurlijk ook gelijk aan, nou laten we een hele x eruit halen. En dan heb je hier 6 min x keer 3 min x min 18. Waar deze dus van teken wisselt bij x is 0, geldt dat dit ook van teken wisselt bij x is 0. Want als je dit uitwerkt, dit wordt weer een 18 die daar wegstreept. Dus dit is ook gelijk aan x keer, nou wat hou je over? In elk geval een plus x kwadraat en een min 3, min 6, dus min 9x. Dit is gelijk aan x kwadraat keer x min 9. Dit heeft altijd hetzelfde teken. In dit geval bij x is 0 is dit negatief. En dit is altijd groter gelijk 0. Dus inderdaad zie je dat de afgeleide rond x is 0 negatief is of 0 in het punt zelf. En dus blijft die, heeft hij daar geen extreme waarde. Als we dat gaan aantonen. Oh nee, hier, we kunnen hier gewoon verder gaan. C. Wijst dat de afgeleide
dat de functie f een extreme waarde heeft voor x is 9. Dus even kijken, want we hadden die afgeleide dus al omgeschreven tot dit. Voor x is 9 wordt dit 0. Maar dit wisselt wel van teken rond x is 9. Dit is natuurlijk altijd positief, of niet negatief. Deze wisselt wel van teken, dus daar gaat hij afgeleide van, gaat de functie van dalend naar stijgend en zit dus wel een extreme waarde. Dus dat heb je daarmee ook al bewezen. Ik ga het natuurlijk niet allemaal uitschrijven, want dat kost allemaal. Dat maakt het misschien niet helemaal eerlijk om het dan te vergelijken met de toets van 75 minuten, maar je hebt het idee. Het gegeven is de functie, hiernaast zie je de schets. De lijnen k en l zijn evenwijdig met de lijn m, I is x min 2 en raken de grafiek van f in de punten a en b met a links van b. Dus evenwijdig met f, nou, dat betekent dus dezelfde richtingscoëfficiënt, dus ze hebben beide een richtingscoëfficiënt van 1. En ze raken de grafiek van f in de punten a en b. Even kijken, wat weten we er nog meer van? Ze zijn even bij. Oh, ze raken natuurlijk, ja. Dus wat betekent het om te raken? Dat je niet snijdt, maar dat je er slechts langs schiet. Dus niet erdoor. Het is een raaklijn. Nou, geldt er voor f? F kunnen we omschrijven naar 2x plus 8 gedeeld door x. En voor elk punt kun je hier de... Oh ja, ja natuurlijk. Hè, want je kan in elk punt kun je de raaklijn aan deze grafiek opstellen. En je wil dus een raaklijn met richtingscoëfficiënt 1. Dus dat kunnen we gewoon oplossen. Dus de afgeleide hiervan is gelijk aan 2. Dit wordt min 8 gedeeld door x². En we willen dus dat die afgeleide gelijk is aan 1. Dit kun je oplossen, die naar de andere kant. Dus dit is 1. Dus x² is 8. Waaruit volgt dat x gelijk is aan plus of min 2 wortel 2. Ja, of wortel 8. Nou, dat is hetzelfde. In deze x-punten bepalen we de raakt die aan de grafiek en berekenen de coördinaten van a en b. Dus dan hoeven we deze alleen nog maar in te vullen. Dus voor 2 wortel 2 krijgen we 2 wortel 2, punt 2 wortel 2, als we die invullen. Dit wordt 4 wortel 2 plus 8 gedeeld door dit. 8 is het kwadraat ervan. Dus dan krijg je ook 2 wortel 2. Dus dit is 4 wortel 2 plus 2 wortel 2 wordt 6 wortel 2. En de andere, dus min 2 wortel 2. Dan als je het invult, dan krijg je hier dus min 4 wortel 2. En dit wordt ook een minnetje die gewoon naar buiten komt. Dan heb je weer hetzelfde, dat daar 2 wortel 2. Dus dat is min 2 wortel 2. Dus samen geeft dat min 6 wortel 2. En dat komt natuurlijk omdat die functie helemaal symmetrisch is. Daardoor zien die er hetzelfde uit. Oké, dan b. De grafiek heeft twee toppen. We rekenen op algebraische wijze de richtingscoëfficiënt van de lijn die door deze twee toppen gaat. In de toppen is de afgeleide gelijk aan 0. Dus dit is gelijk aan 2. Dus x² is 4. Wat betekent dat x is plus of min 2? En je wil dus de lijn door die twee punten, de richtingscoëfficiënt. Deze kunnen we weer invullen. Bij 2 komt hier 4 plus 4, dus 8 uit. En bij min 2, dus min 4. Min 4, dus min 8. Dus ik kan een mooi plaatje tekenen. Dit is min 2, dit is 2. Dus een verschil van 4. En we gaan van dit punt bij min 8 naar 8.
Dus hier zit 16 tussen. Dus in een 4 opzij gaan we 16 omhoog. Dus dat betekent dat we een richtingscoëfficiënt hebben nou, van 4. Dat is 16 gedeeld door 4. Dus onze richtingscoëfficiënt is 4. Nou, dat was de vraag. Dus die hebben we hiermee. Oké. Dan zijn we er ook alweer bijna 5. We hebben een functie. Zie je de schets van de grafiek. Bereken het bereik van f. Nou, zoals je ziet, allereerst, wat is het bereik? Nou, dat is wat je allemaal kan bereiken met je functie. En zoals je ziet, gaat dat omhoog naar oneindig. De vraag is alleen, wat is de ondergrens? Dus daarvoor, dat zit duidelijk bij de extreme waarde. Dus we gaan de afgeleide berekenen om dat uit te rekenen. Dus afgeleide van x is, dit wordt, ik kan het ook wel uitschuiven. Dus 4 keer een half keer, nog die min een vierde dan hier aan de binnenkant staat. 3 min een vierde x tot de derde. Plus 4. Ja, die x valt weg en die min 6 ook. Dus dit is de afgeleide, die willen we gelijk aan 0. Want dan zitten we in die extreme waarde. Gaan we dit naar de andere kant halen, valt het minnetje leuk weg. Dit valt trouwens ook tegen elkaar weg. En die half kunnen we naar de andere kant krijgen. Dus dit wordt 8 is die 3 min een vierde x tot de derde. Nou, 3 is mooie oneven macht, dus je weet dat die binnenkant gelijk moet zijn aan 2. 3 min een vierde x. Dus dit naar de andere kant. Dat wordt 1. Dus x is 4. Bij x is 4 zit dus de extreme waarde. En als we x is 4 invullen, dan krijg je dus een half. 3 min 1, dat wordt 2. Tot de vierde. Plus 16 min 6. Dus dat is een half, dus dat is 8 plus 10 is 18. Dus in dit punt x is 4, waar f het laagste is, is y gelijk aan 18. Dus het bereik is het gesloten interval van 8 tot oneindig, helemaal door. Oké, b. Bereken exact voor welke a de grafiek van de functie g van x is f van x plus a. Dus we gaan f van x verschuiven met van boven naar beneden met a. De lijn y is 3,5x min 19,5 raakt. Dus laten we kijken in welk punt de raaklijn die richtingscoëfficiënt heeft. En dan kunnen we hem daarna wel verschuiven zodanig dat je het op de juiste plek terechtkomt. Dus de richtingscoëfficiënt, we hadden fx al uitgerekend. Die was gelijk aan dit. En nu willen we dat dit gelijk is aan 3,5. Oftewel 7 tweede. Dus dat kunnen we opschrijven. Dus we willen dat min een half van die 3 min een vierde x tot de derde plus 4 gelijk is aan, 7 tweede. Dus dit naar de andere kant, die naar de andere kant. 4 is 8 tweede, dus dat wordt precies een half. Nou, dan kan ik met die wegstrepen. Dus 1 is 3 min een vierde x tot de derde. Ja, dus dit is zelf al dit, alleen 1 tot de derde is 1. Ga ik dit naar de andere kant halen, dat naar de andere kant, heb ik een vierde x is 2. Dus x moet wel 8 zijn. Dus enkel in het punt x is 8 heeft die functie een raaklijn met richtingscoëfficiënt 7 tweede. En nou willen we dat hij dus in dat punt dezelfde waarde aanneemt. Dus als hij die lijn raakt, dan moet dus zijn functiewaarde gelijk zijn aan 7 tweede keer 8. Min 19 tweede, dat is 39 tweede. 19,5 is 39 tweede. Dit wordt 8 keer 7 is 72. Min 39 tweede. Dit wordt 40, 30
32 plus 1 is 33 tweede. Dus 33 tweede, dat is wat we willen dat het gelijk aan wordt. En nou, waar is het nu gelijk aan? Dat kunnen we gewoon doen door 8 in te vullen. Als je 8 invult, dan krijg je een half. 3 min 2 wordt 1 tot de vierde. Plus 32 min 6. Dus dit is, nou ja, gewoon een half. Plus, dat wordt 26. Dus een half plus 26. Dat wordt 36 keer 2 plus 1 gedeeld door 2. En dat is 53 tweede. Dus het is nu 53 tweede. We willen dat het 32 tweede wordt. Dus wat moet er dan gebeuren? Nou, dan moeten we dus min 21 tweede doen. Dus dat is waar a gelijk aan is. Oké. Dus dat was opgave 5. Dan gaan we door met opgave 6. Figuur hiernaast hebben een parabool. Getekend met een rechthoek erin. De punten R en S liggen op de parabool. Dat kan ik zien. En P is een zeker punt. Ja, P,0. P zit tussen 0 en 4, zodat we niet buiten de parabool komen. En voor de oppervlakte A van de rechthoek geldt een formule. Voor de oppervlakte A, ja. Die moeten we bewijzen dat die juist is. Nou, dat kunnen we wel doen. Dus wat is het punt S? Nou, dat S heeft als x-coördinaat P. Als y-coördinaat wordt het gewoon P invullen in die formule. Dus min een half P kwadraat plus 2P. En wat is R dan? Nou, R heeft ook dezezelfde waarde als output, alleen niet dezelfde input. Dus we zoeken een x ongelijk aan P, waarvoor geldt dat die min een half x kwadraat plus 2x gelijk is aan min een half p kwadraat plus 2p. Nou, dit kunnen we al oplossen. Dus laten we alles naar een kant halen. Kijken welke andere waarde eruit komt. Welke kant is het leukst? Nou, maakt me niet zo heel veel uit. Dus we hebben hier min een half x kwadraat min p kwadraat. Dus dat wordt x min p x plus p plus 2 x min p is 0. Nou, we weten dus dat x niet gelijk is aan p, want we zoeken juist voor r, wat daar de x-coördinaat is. Dus die kunnen we wegstrepen, want die is niet gelijk aan 0. Dus we krijgen dat min een half x plus p plus 2 is 0. Dus wat is de x-coördinaat? Dat kunnen we uitrekenen door die naar de andere kant te delen door min 2. Dus dit wordt min 2, maar dit minnetje valt weg. Ja, je kan ook die naar de andere kant halen. Een keer 2 doen, dat is misschien logischer. Dus je hebt 4 is x plus p. Wat impliceert dat de x dus gelijk is aan 4 min p. Dus, nou, dat andere, dus het ene x-coördinaat is p en het andere is 4 min p. Ja, dus dit is zowel die van Q als van R natuurlijk. En daarmee kunnen we het oppervlakte van de rechthoek uitrekenen. Want namelijk van het punt P naar Q. En we moeten breedte keer hoogte doen natuurlijk. Nou, wat is de hoogte? Die weten we wel. Dat is dus die min een half P kwadraat plus 2P. En, maar wat is de breedte? Nou, dat is van het punt P naar het punt Q. We weten dat het punt Q heeft dit als x-coördinaat, P heeft P als x-coördinaat. Dus het is gewoon dit min P. Ja, dus 4 min, dat wordt dan 2P. En is dit inderdaad gelijk aan wat we daar zien? Voor P tot de derde krijgen we inderdaad een coëfficiënt van 1. Voor P kwadraat krijgen we P kwadraat te maken, dat is die, dat wordt min 2. En dat wordt min 4. Klopt dat? Dat klopt niet helemaal. Even kijken, wat gaat hier mis?
Kijk, ja, dit werkt inderdaad niet als je dit uitwerkt. Dit wordt 2p keer dat geeft 8p. En daar in de formule die ze daar hebben, staat een extra factor 2. Waar komt die vandaan? Ja, want inderdaad, als je dit uitwerkt, dit was die... Laat het toch maar even helemaal doen, inderdaad. Zodat jullie ook duidelijk hebben waar ik nu op vastloop. Je hebt dus die, om een p kwadraat te krijgen, hebben we die keer die. Dat geeft min 2p kwadraat. En die keer die geeft min 4p kwadraat. En als laatste hebben we nog die keer die. Dat geeft plus 8p. Dat is niet helemaal wat daar staat als formule. En dat heeft te maken met dat die 8, dat was die 2 keer die. Dus dat heeft met die en die te maken. En bij die ander was het juist de half keer 4. Dus het lijkt alsof deze niet klopt. Maar die hoort te kloppen toch? Want het is ook 0 tussen p en p tussen 0 en 4. Dus die symmetrie zit bij 4. Even kijken. Nou, het lijkt alsof het wel allemaal klopt wat we gedaan hebben, toch? Het is logisch dat symmetrie zit bij rond 4. Of moet dat 8 zijn? Dat je p... Dat zou ook wel logisch kunnen zijn. Is hier iets misgegaan? Moet dit 8 zijn? Even kijken. We hebben hier dit gedaan. Die naar de andere kant. X min p. X plus p. Die min een halve voor. Dus 2 keer dit. Dat klopt helemaal. Die weg, die weg. Plus 2, min een half. Nou, dit lijkt toch op 4 uit te komen. Even kijken, als je 4 invult in de formule, dan krijg je 16 gedeeld door 2 is 8, min 8 plus 8 is 0. Dus dat is inderdaad het andere nulpunt. Dus dat is logisch. Dit hoort logisch om hierop uit te komen. Dus, wat ben ik nou helemaal stom? Nee, toch? Nou, geen idee. Volgens mij moet dit helemaal goed zijn. Dus dan is er misschien iets fout in de vraag of zo. Geen idee. Ja, want trouwens, dit wordt 6 natuurlijk en dit is die 8 en dat is niet 16. Dat is wat mijn probleem hiermee is. Nou, en we gaan zo toch naar de antwoorden kijken. Dus dan zien we wel of het goed is. Bereken exact de minimale oppervlakte van rechthoek PQ RX. Oké, dus nu is inderdaad de vraag, gebruiken we hun antwoord of gebruiken we mijn antwoord? Laten we die van hun doen. Die zullen ze waarschijnlijk hebben. Oké, dus de minimale oppervlakte. Dan gaan we natuurlijk de afgeleide berekenen. Dus dat wordt 3p kwadraat min 16p plus 16. Dit moet 0 zijn. Even kijken. Ja, dit ziet er leuk uit alsof het niet leuk te ontbinden is. Je kan sowieso niet die 16, die zou je willen wegdelen of zo, maar dat werkt niet allemaal. Dit klinkt alsof het niet heel leuk is. Even kijken. Zou het wel leuk zijn als we deze gebruiken? Dus dit is p tot de derde min 6p kwadraat plus 8p. Als je daar de afgeleide van berekent, dan wordt het 3p kwadraat min 12p plus 8. Dat zou best een leuker kunnen zijn. Al zie ik zo niet direct. Ja, als je dit door 3 gaat delen, krijg je hier een breuk. Zou vast, ja, in ieder geval is de snelste manier, denk ik, om gewoon de ABC-formule te doen.
plaats van het uit te willen werken. Dus als we het toch gaan doen, dan gaan we het met deze doen. Ja, het maakt toch niet uit. Dus dan is P gelijk aan... nou ja, er zijn natuurlijk twee oplossingen, die zijn beide minimaal. Doet er niet heel erg toe. Maar min B, dat wordt 16. Plus of min de wortel uit B kwadraat. Dat is 16 kwadraat, dus dat is 2 tot de 8ste, dus 256. Min 4 keer A keer C. Dus ja, je kan ook al direct zeggen dat dit is 4 keer 3 keer 16. Delen door 2 keer 3. En die wortel, dit was 16 kwadraat. Dus je hebt 16 kwadraat min 4 keer 3 keer 16. Daar kunnen we zowel allereerst een 16 uitfactoriseren. Dat wordt dan 16. Ja, 16 min 12. Dat kun je ook al direct doen. Dat is 16 keer 4. Dus de wortel daarvan. Hè, de wortel van dit hele ding. Wordt dan 4 keer 2. Is 8. Dus dit wordt... ja, dus dit komt toch nog best mooi uit. Dan zal dit nou, in elk geval de bedoeling zijn van hun. Dus 16 gedeeld door 2 is 8, dus 8 derde, plus of min. En ja, plus of min 4 derde. Dus ja, dit is zowel voor 8 plus 4 is 12 gedeeld door 3, wordt 4. Als, ja, maar dat is dus 4, heb je als... dan is het helemaal 0, dus dat is logisch. En die andere is voor ja, 8 min 4, dat is 4 derde. Ja, het vreemde hieraan is dat hij... Ja, dat hij niet die andere ook als minimale waarde heeft. Ja, daar wordt hij negatief natuurlijk. Dus ik denk inderdaad dat wij gewoon juist hebben gezeten, dat dit niet klopt. Want het is, nou ja, maar in elk geval kun je dit invullen. En dan krijg je een waarde, ja, kun je ook nog op de rekenmachine. Ja, het moet wel exact, maar je kan het natuurlijk wel gaan uitrekenen. Dat is niet het meest leuk om te doen. Ik heb even geen rekenmachine hier, maar dat lukt wel, denk ik. Oké, dan opgave 7. Gegeven zijn de functies. Nou, we hebben twee mooie functies. We hebben een lijn. X is P, dus dat is een verticale lijn. Tussen de 0 en de 8. Die snijdt beide grafieken. Berekent voor welke lengte van het lijnstuk. Voor welke P de lengte van het lijnstuk minimaal is. Of maxima. Is een berekening maximale lengte 2 decimaal. Oké. Dan heb je zo'n lijn B, die snijdt de twee grafieken in twee punten. Nou, dus als je. Wat zijn dan de i-waarden van die twee punten? Nou, dat wordt dan dus. Wordt op 2p min een half b. En ja, 16p kwadraat min een half b. En nou ja, wat is dan de lengte van het lijnstuk? Je kan voor jezelf een plaatje tekenen. Hoe zal dat eruit zien? Even kijken naar die ene. Geen idee hoe die eruit ziet. En je hebt ook nog zo'n andere functie. Ja, die is ook stijgend, maar laat ik hem eens dalend tekenen. En wat is dan de lengte van het lijnstuk? Nou, dat is de ene i. De i van de ene min de i van de ander. Of andersom, want dat kan natuurlijk wisselen. Dus je wil met elkaar doen, dan kun je de absolute waarde van nemen. Of iets dergelijks, wel met haakjes natuurlijk. Hè. Dus daar gaat het minteken mis. Dus voor welke p is de lengte van het lijnstuk maximaal? Ja, dan is het natuurlijk een beetje onhandig om met die absolute waardetjes te werken. Dat... kan wel, ja, de absolute waarde is gewoon de wortel van het kwadraat. En dan wordt het afgeleide nemen wat ingewikkelder. Het liefste zou je willen weten dat de ene strikt groter is dan de ander. Dan ben je wel fijn. Het is fijn. Even kijken, nou, want je ziet dat f en g hebben die beide die min een half x.
Dus als je die wegstreept, dan wil je dus kijken wat is groter, wortel 2x versus een 16e x kwadraat. Alles is positief, dus we kunnen karateren, dus 2x versus een 2 tot de 8e x tot de 4e, die naar de andere kant. Dus dat is 2 tot de 9e x versus x tot de 4e, 2 tot de 9e en versus x tot de 3e. Nou, dan is dit wel, wel groter. En dus je weet het op dit hele interval. Ja, dat is wel logisch. We karateren dit, maar het is allemaal nog zo klein. En want het grootste wat dit kan worden is 2 tot de 3e en 2 tot de 3e tot de 3e wordt 2 tot de 9e. Dus dat is inderdaad op het eindpunt dan. Snijden ze elkaar, maar over het algemeen is dus f groter. Nou, dat is fijn om te weten, dus dan kunnen we gewoon f min g doen. Voor dit punt p. Dus nou ja, die min een half x die valt sowieso weg. Dus we krijgen gewoon wortel 2p min een 16e p kwadraat. Dus dit is de lengte van het lijnstuk AB. Dat kunnen we erbij zetten, lengte van het lijnstuk AB. En vervolgens willen we berekenen voor welke lengte dit maximaal is. Nou, en hetzelfde riedeltje als de hele toets. Dus we gaan de afgeleide nemen, gelijkstellen aan 0. En dan gaan we dat invullen. Nou, dus de afgeleide hiervan. En dus dit, je kan het gewoon schrijven als wortel 2 keer wortel p. Misschien is het wel leuker inderdaad om het in zijn eentje te doen. Want dan heb je direct die 1 gedeeld door 2 wortel van dit. 1 keer 2, dus dat valt weg. Dus dit wordt gewoon wortel 2p min en dan een 8e p. Dit moet gelijk zijn aan 0, dus dit is dit. En nou, dus 1 keer dat aan die kant, keer die 8 aan die kant. Dus 8 is wortel 2p keer p. Dit kun je bij de kanten karateren. Dus dit schrijf ik dan als 2 tot de 3e in het kwadraat. Dat wordt 2 tot de 6e is. En dit wordt 2p tot de 3e. Dus kun je die eentje wegstrepen. Dus 2 tot de 5e is p tot de 3e. Dus p is 2 tot de 5e. Nou, dat is natuurlijk niet een mooi getal. Daarom ook in de vraag. Bereken de maximale lengte in 2 decimalen. Dus nou ja, nee, dat is nu simpel. Dit hier op invullen en kijken wat er uitkomt. Maar dat is verder niet heel spannend. Nou, volgens mij zijn we dan klaar. Bijna 40 minuten tot nu toe. Dat vind ik wat aan de lange kant wat we erover gedaan hebben. Heeft onder andere te maken met dat we wat langer in opgave 6 zaten, maar ook misschien wel omdat het gewoon, het is natuurlijk wel vierde klas, dus ongeveer half de tijd, dat is niet heel slecht. Oké, dus ik ga even de antwoorden bekijken en dan kom ik zo terug met wat voor score ik heb gehaald. Oké, ik heb even de tijd genomen om alles na te kijken. En er zijn 2 momenten waarop iets fout is gegaan. Dat was bij 3a. Om f van min 1 uit te rekenen ging er hier iets mis. En daar heb ik 2,5 van gemaakt, maar dat moest min 7/2 zijn. Nou, het werkt natuurlijk verder allemaal hetzelfde, maar het is een klein rekenfoutje. Even kijken, even verderop bij 5b was er ook een klein rekenfoutje. Hier 7 keer 8 is natuurlijk niet 72, maar 56. Dus dat ging wel mis. Even kijken. Ja, nog wat andere opmerkingen, zoals bij 3b en c kon je gewoon het plaatje kijken. En dat was voldoende. En zeggen dat het 0 is in dat punt. En dan naar het plaatje kijken.
Dat vinden ze kennelijk prima. Even kijken, oh ja. Ja, opgave 6. Ja, dat vond ik een beetje vreemd inderdaad. Ook al tijdens het oplossen zelf. Maar nou, het klopt inderdaad gewoon niet wat er hier staat. Ik heb hier het scorevoorstel. Zullen we het groter maken? Daar, nou ja, op een gegeven moment bij opgave 6 staat er gewoon PQ is 8-2P. En PS is dit. Nou, dit, en dat is dan één punt. Komt zo maar uit de lucht vallen, dat hebben ze ergens vandaan. Maar dat, nou, dat klopt gewoon niet. Hè? Bijvoorbeeld als P is 2, dan, en dan verwacht je uit het plaatje. Ik pak hem er weer even bij. En als P is 2, dan zit je dus precies in het midden. Dan moet die lengte natuurlijk 0 zijn. Maar ja, als je 8-2p hebt, dan is het 4, dat is niet 0. En dus dat moet gewoon 4-2p zijn. Ik weet niet hoe zij daar, nou ja, dat zal vast bij hun fout zijn gegaan. En ze gebruiken inderdaad daarna ook wel dit om een minimale waarde te vinden. Maar het is ook heel vreemd door die hele symmetrie dat je dan wel 4 krijgt als kandidaat voor minimum van de maximale oppervlakte, maar niet 0 of zo. Dus dat heeft de makers van deze toets duidelijk over het hoofd gezien. Ja, kan gebeuren. Maar daar zou ik vinden dat je daar dus in elk geval punten voor moet krijgen. Zeker omdat het goede antwoord er al bij staat. Dat kan mensen verwarren. Even kijken. Nou ja, als je wat dingen die ik weggelaten heb niet meetelt, als je dat gewoon allemaal uitrekent en ervan uitgaat dat het goed gaat, dan heb ik, ik ben heel streng voor mezelf en ik zeg bij die dingen waar ik een foutje heb gemaakt gewoon alle punten daarna eraf. Dus dat is in beide gevallen -3. Dan kom je uit op een 9 voor deze toets. Nou denk ik dat het in het echt niet zo zou gaan, maar... Nou, dat compenseert weer voor een fout op een andere plek. In elk geval ging dit dus best prima. Dat is ook grappig om dat te ontdekken. Dat zal degene die dit heeft ingestuurd leuk vinden.